Die Mart Smeits die komt ook in aanmerking hoor. Voor de titel, de badjas van het jaar. Ja, ja, ja. Die kunnen we opschrijven hoor. Ja, dat hij zichzelf daar zo lekker voor schut zet. Daar bij die Koen Verbraak. Heb je het gezien? Hij wilde toch iedereen nog even laten weten hoe arrogant hij is. Ja, hè? En hoeveel dédain hij heeft. En hoe belangrijk hij is. Dat wilde hij nog even laten weten. En hij wou natuurlijk ook nog even laten weten dat hij een ego heeft. Als een strandbal. Maar goed. Nou, maar erger is nog en stuitender is de ontkenning van alles wat zich rond Studiosport heeft afgespeeld. En of dat nou die dame is, of dat het schreven is, of weet ik van wat. Maar nu is er een rapport verschenen. Ja, van die meneer Verheyen. Over die NPO. En daarin wordt Studiosport heel erg genoemd. Ja, als een van de plekken waar het helemaal fout is gegaan. Ja, meer 85%. Ja, die heeft te maken met pesten. 85% heeft te maken met pesten bij Studiosport. En meer dan de helft heeft te maken met intimidatie. Ja, en dat verbaast mij helemaal niet. Want toen ik in Hilversum werkte, toen hoorde ik nooit anders dan dat het ongemakkelijk en heel erg ongezellig bij Studiosport was. Ja, en ik kwam erachter dat ook zo was in 1994 bij de WK voetbal in Amerika. Ja, in Orlando. Daar zaten we in het hotel met de NOS. Ja, en Studiosport. Nou, en daar kwam ik dus redacteuren tegen en productiemensen. En die stonden allemaal trillend als een rietje in het hotel of voor het hotel dan te wachten. Of spelers van het Nederlands elftal. En ik zei, God, wat is er aan de hand? En dan zeiden ze, ja, als die spelers niet op tijd komen, dan worden we zo verschrikkelijk uitgescholden. En dan krijgen we alleen maar een enorme bagger naar ons hoofd gegooid. En dan hebben we helemaal geen zin meer in. En, oh, laat in godsnaam die spelers op tijd komen. Kent je voorstellen, vrienden? Dat was die sfeer daar bij Studiosport. En niet heel veel later stond ik in de lift met Leo Beenhakker. Die was daar, ja, als analist. En ik zeg, hey, Leo, hij was er net een paar dagen. Ik zeg, heb je het naar je zin, man? Ik ga weer naar huis, sprak Leo. Ik ga weg. Ik zeg, oh, hoezo? Hij zegt, nou, dat is niet te harde, zegt hij met die gasten. Dat is alleen maar schreeuwen en schelden en elkaar beledigen. Hij zegt, ik heb helemaal geen zin om in zo'n sfeer te werken. Dus ik ben weg. De groeten. En weg was de Don. Kun je je voorstellen? Die was ook wel wat gewend in de voetballerij. Maar die sfeer, zoals die daar hing bij Studiosport, nee, daar had hij geen trek in.